bent u? Hoogst merkwaardig. Ja, ja. Zeer opmerkelijk dat u zich hier verzameld heeft en mij thans gezamenlijk aangaapt. Vol verwachting waarschijnlijk. U bent als het ware een groep archeologen die mij het fossiel heeft opgegraven en zich nu hardop afvraagt wat ze ermee moeten en of het nog enige waarde bezit. Toch? Ja, wellicht iets voor verzamelaars of schimmige clubjes. Niks mis met schimmige clubjes overigens, daar kunnen er niet genoeg van zijn. U heeft mij afgestoft, u heeft mij aangestaard, zich afgevraagd wat of wie ik ben. U bent er wellicht mee naar een oudere oom gegaan, die er toch eens zijn bril voor opzette. En na langdurig beraad en getelefoneer met zijn oudere broers tot de conclusie is gekomen dat het wellicht om een Godfried Bomans gaat. Kent u een Godfried Bomans? Ja, goh. Dan zult u wel oud zijn. Ja. Ik ben al jaren dood. Wist u dat? Al meer dan 40 jaar ben ik er niet meer. Dat is natuurlijk een afschuwelijk besef. Vooral voor hen die mij nooit gekend hebben. Die geen enkele herinnering koesteren aan mijn persoon. Mevrouw, mag ik even vragen, hoe oud bent u? 15 Bomanslozen jaren. Wat ongelooflijk triest. Hoe u het al die jaren heeft volgehouden. Ja, het was natuurlijk ook een somber aftellen tot ik zou wederkeren. Hè? Nou, dank u wel voor uw geduld. Ik zal trachten het passend te belonen. Ja, ik ben hier omdat ik 100 jaar zou zijn geworden dit jaar. Een onmogelijk streven, zo lijkt het. Maar toch is het mijn zus lief Wally gelukt. Ik had er dus nog kunnen zijn. De 100-jarige versie van Godfried. Ja, een beeld dat ik niet graag oproep, overigens. Ik zou ook helemaal niet passen in deze tijd. Ik liep al 100 jaar achter toen ik nog leefde. Iets dat in mijn familie overigens helemaal niet vreemd was. Ik was eigenlijk nog een tamelijke progressieveling ten opzichte van de rest. Ik had een oom die liep ruim 200 jaar achter. Oom Frits. Een vrij markant persoon in zijn dorp. Hij schreef nog met ganzenveer, verplaatste zich per rijtuig. Iets wat door de andere ooms werd afgedaan als vooruitstrevend, nieuwbakken, gepoch. De andere ooms die in hun leme hutjes vazen beschilderden. Wat door oom Oek werd afgedaan als verketterd, als modernisme. Oom Oek, die naar eigen zeggen nog volop bezig was met de schepping. En dan pas de derde dag. Goed. Isolde, ik zal mij uitspreken bij jou op de bank. Want daar u niet in mijn hoofd kunt kijken. Overigens is dat niks om bedroefd over te zijn, hoor. Het is nogal een grijze massa daar. Goed. Meneer Bob, gaat u zitten hier op de stoel? Ja, dat past ook wel helemaal in. Bij uw outfit, deze stoel. Wat een genoegen dat u inderdaad op wat dan uw 100ste verjaardag had moeten zijn, ja, dat zeker. U er toch bent. Ja. 15 jaar hier, we hebben inderdaad een heel jong publiek. En sommige van hen vragen zich ook af, hoe word je schrijver? En ik dacht, nou, dat is misschien een uitgelezen vraag om mee te beginnen. Meneer Bomans, hoe word je eigenlijk schrijver? Ja. Ja, wat een wonderlijke vraag. Groot misverstand over schrijvers. Men denkt vaak dat een schrijver een heel bijzonder man is. Met een hele grote gedachten en een fijner gevoelsleven. En ik denk dat dat niet waar is. Het zou heel goed kunnen zijn dat mijn tuinman een nobeler gedachtegoed heeft dan een schrijver. Alleen, hij kan het niet zeggen. Hè? Wat de schrijver heeft, is het vermogen het te formuleren. Kijk, schrijven dat is uitbenen. Schrijven is schrappen, weglaten. Nog helderder, nog korter, nog simpeler. Als je dus een schrijver wilt worden, moet je kunnen formuleren. Maar goed, je moet natuurlijk ook leven.
Anders zou je dus niks meemaken. Je moet eerst leven voordat je een schrijver kunt worden. Ik ben ook mijn hele leven bezig geweest om iets anders te worden. Zodat ik eindelijk eens iets te schrijven zou hebben van formaat. Ik vergeet steeds dat ik door deze microfoon... Ja, ik begrijp het. Ja, maar nee, want u zegt nu, ik ben met andere dingen bezig om te kunnen schrijven. Ja. U was sowieso met heel veel andere dingen bezig, want u was heel veel in de media. U was misschien wel een van de eerste BN'ers, zoals we dat dan nu zo mooi noemen, op de buis. En ik vroeg me af, een van de meest opmerkelijke dingen die u heeft gedaan, tenminste vond ik, was dat u een week naar, op een eiland bent gaan zitten, een onbewoond eiland, namelijk Rotterdam Plaat. Ja. En daar deed u live verslag voor de radio. Ja. En ik vroeg me af, zo'n week helemaal godverlaten alleen, hoe heeft u dat ervaren? Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten, mevrouw Hallensleben. Nee, dat zal inderdaad. Nee, dat is een zeer aparte ervaring, mag ik u wel vertellen. En ineens zo midden in die natuur, ik weet niet hoe dat was. Ja, die natuur ook, ja. Ja, dat was daar natuurlijk geen ene bal te beleven. Hè? Alleen de meeuwen die boven je hoofd schreeuwen, nou dat zijn krengen hoor, dat kan ik u wel vertellen. Ja, nee, die natuur. Nou, die natuur, die was ook wel mooi hoor. Ja, ja, je ziet eigenlijk niks lelijks om je heen en dat is heel gek. Het is allemaal prachtig, zuiver, ongerept. Kijk, in de buitenwereld is er altijd wel iets van waarvan je denkt, jammer, dat had er nog niet moeten zijn en dat heb je daar niet. Hè, niet waar? Maar goed, tijdens mijn verblijf al daar op Rotterdam Plaat ben ik toch tot de ontdekking gekomen dat de omtrek van Haarlem veel mooier is. Ja. Ik ben niet zo'n erg natuurmens. Ik beschouw de natuur meer als de afstand tussen twee steden. Begrijpt u wel? Ja. Je mist de levendigheid, het gezelschap, een begrijpend hoofd tegenover je als je iets zegt. Echte mensen, mevrouw Hallensleben. Echte mensen zoals... Nou ja, kijk, ik zie u nu al kijken, die man kletst uit zijn nek. Zo kan het nooit gegaan zijn. Wel nu, dat is nou juist het mooie ervan. De juiste weg moet zorgvuldig gecamoufleerd worden door genoeg zijpaadjes aan te leggen. De gangbare weg is als een Duitse autobaan en gaat honderden kilometers alsmaar rechtdoor. Links braakliggend terrein, rechts een dorre vlakte. Uitzichtwaarde, nul. Manier van transport, heel hard. Je moet zoveel mogelijk... zijpaadjes opgaan, de kronkelweggetjes, door bossen, langs bergriggels, door tunnels, haarspelbochten, vrachtwagens als tegenliggers. Ja, de belevingswaarde, 100. Snelheid, minimaal. Verdwaalwaarschijnlijkheid, gegarandeerd. Mijn advies, dames en heren, maak zoveel mogelijk tussenstops. Kijk om u heen. Bel aan. Maak kennis, maak vrienden. Het gaat om de gezelligheid, om de intimiteit, om het delen. Wij hier, dit samen zijn, dat is toch iets dat we moeten koesteren, niet waar? Misschien iets terugkerends van maken, 1 avond in de maand, hè? Dat we bijeenkomen, het glas heffen, een lied zingen. Nou, wat dacht u ervan? Maar u had ook heel veel clubjes, dus ja. U richtte allerlei clubjes op. Volgens mij bestonden ze niet allemaal. Er was er eentje, de Teisterband. Ja, Teisterband. Ja, dat is echt die heeft ook wel echt bestaan. Maar was het echt moeilijk om dan lid te worden van zo'n club? Want u doet nou wel dat u er weer een opricht, maar ik weet niet, wat moest je daarvoor doen? Zou u dat willen, lid worden van ons genootschap? Sorry? Of? Nou, of u lid zou willen worden van een van onze genootschappen? Ja hoor. Ja, dan moet ik je toch waarschuwen. Laat ik even schetsen hoe uw leven eruit zal zien na een zeer waarschijnlijke, vrijwel zekere afwijzing. Hoe uw kinderen u na enige tijd niet meer zullen erkennen als haar ouders, als hun ouders. Hoe uw echtgenoot zich steeds meer aangetrokken zal voelen door iemand die wel lid is. Hoe uw buren u ineens niet meer willen begroeten in de straat en hoe uw baas ineens geen werk meer lijkt te hebben voor u. Ja, hoe u tenslotte onder een brug, waarover onze leden vaak oversteken, uw laatste adem zult uitblazen. Ja, het is, sorry, ik kan het ook niet mooier maken dan het is, mevrouw Isolde. Dan weet ik nog niet of ik wel lid wil worden van die club. Even iets heel anders, want ik zei al van u zat in, eigenlijk
was u echt een BN'er. U zat overal in. En een van de dingen was een radioprogramma en dat heette Kopstukken. En dan was u dan panelid en dan konden mensen bellen van, ik heb een probleem. Met de meest uiteenlopende vragen kwamen er ook. Een keer was, tenminste, ik heb één keer een fragment gehoord van een vrouw die vertelde dat ze dan bij het winkelen, dat ze dan wel eens het probleem had van, dat ze dan per ongeluk de hand pakte van een, eigenlijk niet haar eigen man, maar een andere man. En daar ook nog tegenaan ging praten. Ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt, maar ik heb geen idee, ik heb nooit het antwoord gehoord. Want wat was uw advies bijvoorbeeld daarop? Nou, om te beginnen, kijk, ik zou graag willen weten in welke wijk u winkelt. Kijk, ik leid daar namelijk ook aan. Ik heb er erg veel last van. Zeker als een vrouw mooi is, dan heb ik met een verschrikkelijke verstrooidheid te kampen. Ja, dat duurt soms uren voordat ik mijn vergissing inzie. Mijn oom Frits, die had er maanden voor nodig. Hij is eens met een vreemde vrouw op vakantie naar Madrid meegegaan. Ja, hij kon het niet helpen. Hij dacht dat het zijn eigen vrouw was. Maar goed, mijn tante die liet het er niet bij zitten. Toen ze er eindelijk achter was waar hij uithing, toen is zij met de KLM naar Madrid gevlogen. En toen is zij daar als een razende gaan winkelen. En ja hoor, daar kwam zij oom Frits weer tegen. En laat hij nou in zijn verstrooidheid precies haar vastpakken. Ja, dat waar gebeurt hoor. Ik zit hier niet te jokken, mevrouw. Goed verhaal. Ik wil u heel hartelijk bedanken dat sowieso dat u op wat dan uw 100ste verjaardag moet zijn, dat u hier bent. Ja. En u gaf me net ook dit. Want u bent nu ook wel hier, maar u bent dus ook op... Elders, ja. Ja, men kan mij boeken. Ja, dat klopt. Natuurlijk, ik heb meteen van dit uitstapje heb ik meteen een long stay gemaakt. Waarin ik mij natuurlijk ook nuttig wil maken, nietwaar? Ik heb daartoe met enkele kornuiten heb ik een voorstelling georganiseerd. Waarin ik vooral terugblik op het leven en dan wel gesitueerd op tijdens mijn verblijf op Rotterdam-Plaat. Dat was geen vrolijke toestand, kan ik u mededelen. Doch. Een erg plezierige voorstelling is het wel. Dus ik heb meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijn foto af te drukken met daar enige contactpunten, telefoonnummers voor de mobiliteitstelefoon zoals jullie die tegenwoordig hebben. Maar goed, wie weet ben ik nog even onder ons, zo gezegd. Toch nog. Mag ik dan in ieder geval bedanken dat u er nu in ieder geval was. Ja, oké. Okay. Nou, ik vond het een zeer bijzondere ervaring om hier te mogen zijn in deze moderne tijd. Die pijp, ja, ik mocht hem helaas niet vullen van u. Sorry dat dat niet mocht. Ja, in mijn tijd, wij reden ook niet met veiligheidsgordels, dat kon allemaal. Hè. Vroeger mocht je nog gewoon ongestraft, ongevaarlijk... Roken? Gevaarlijk, ja. Ja. Dus nog, ik miem hem. Toch? Voor iedereen beter. Ja. Goed. Dank u wel, mevrouw. En wellicht tot over 40 jaar dan. Heerlijk weerzien lijkt me dat. Godfried Bomans. Dank u wel, hoor. Goedemiddag. Dank u wel, hoor. Dank u wel.